er volgens mij niet op gerekend. Krijgt hij de bal daar toch nog? Knap werk van Podgoranu. Engels. Roosken. Voorzet is goed. Kolenovic. Maar een geweldige redding van Plokman. Daar begint het. Roosken. Even kijken. Ligt hem echt lekker neer. Goeie redding hoor. Van Luca Plokman. De bal blijft steeds net voor Go Ahead. En in de hele kleine ruimte komen ze daar goed uit. De Keizer moet redden. Het is nog steeds niet opgelost. Adekanje. En dan wordt het geblokt door Messi, die dat viert. Adekanje. Del herovert. Dit paasje is goed. Jan Sana schot in het zijnet. Del goed voor Engels gekomen. Het kan alsnog. Roosken, erg ingewikkeld. Nauber. Jan Sana. Is heel vaak toch vrij rommelig vandaag. Adekanje denk ik geen buitenspel. Vlag sowieso natuurlijk nog niet omhoog. Wat kan Adekanje? Hij probeert het zelf. En de redding van de Keizer is goed genoeg. Balletje van Lindhorst. Antman. Breum. Zit niet in een lekkere fase nu in deze wedstrijd. Het begon goed. Veel balverlies bij Jacob Breum. Nog een tijdje. Roosken. Lindhorst neemt over. Antman. Ziet dat er links niemand komt. Nou, dan zelf daar maar heen. Schotje is toch vrij verraderlijk. Het zand. Van Benita, daar is Kolenovic. Dat is koppen. Koppen voor gevorderde. Luka Kolenovic. Hij had er natuurlijk al eentje. Daar had Plogman nog een antwoord op. Op deze niet meer. Adelgaard gaat de vrije trap nemen. Beetje wegdraaien met die linker. Moet hij precies tussen de Keizer en de laatste lijn van Heracles zien te komen. Dat lukt heel aardig, maar daar is de redding van de Keizer. Kramer kopt. En zo is Go Ahead. Maar de standaard situatie is goed gevaarlijk in de openingsfase van de tweede helft. Mal recht voor het doel. De Keizer niet. Oh, dan is het normaal gesproken raak. En inderdaad, Nauber schiet hem erin. Het gevaar uit de standaard situaties levert de ploeg van Simones de gelijkmaker op. En hij redt nog op de kopbal van de ene centrale verdediger. Maar na een fout van hem kan de andere scoren. Antman. Voorzet niet best. Jan Sana, Breu, Adekanje aannemen en dan. Toch maar terug. Del. Voorzet is goed en binnengelopen. Maar Hens. Goeie bal van Dijl. En dan is het met de arm. En dus geen 2-1. Missiek. Och, wat een slechte bal. Leeft hem zo in bij Adekanje. Wilde van Kaam aanspelen. En hier is Edvardsen eerder bij de bal. En het is een strafschop. Geel voor de Keizer. Matel. En het is 2-1 voor Go Ahead Eagles. Het is een verdiende voorsprong. Maar Van der Looy zal toch ook sterk het gevoel hebben dat zijn ploeg dit zichzelf aan heeft gedaan bij beide tegentreffers. Edvardsen is er goed langs. Edvardsen, Edvardsen en daar is de bevrijdende 3-1. Wat gepruts achterin bij Heracles. Oliver Edvardsen neemt over. Victor Edvardsen gaat klaarstaan en schuift de bal laag en hard door de benen van de Keizer. Stokkers dus voor de maker van de 3-1. Die nu in zijn eentje de club topscorer is, want hij heeft er als enige twee gemaakt.
Edwardsen, de keersmaker, te snel af. Stokkers wil zo graag. Krijgt de bal. Stokkers heeft zijn doelpunt. En dat wordt hem gegund door zijn concurrent in de spits. En wat is hij er zelf blij mee. En dan wordt de man van de wedstrijdverkiezing er eentje die steeds meer de kant op gaat van de man met rug nummer 23. Want Oliver Edwardsen pakt hier zijn tweede assist. Nadat hij ook al de penalty verdiende. Go Ahead wint. Overtuigend en verdiend van Heracles. Met 10 punten uit de laatste 4 wedstrijden schijnt de zon voor Simonis in Deventer.